Goedendag. We zijn bij Narvik weer op vaste grondgebied gekomen van Noorwegen. We hebben de Lofoten achter ons gelaten. En nou ja, wat we nu allemaal nog mee gaan maken, dat zult u in deze vlog kunnen zien. En in de volgende. Er worden een paar hele mooie vlogs. De gebieden die kennen we een beetje. En dat zijn mooie beelden waarschijnlijk. Als het weer tenminste mee zit, zoals nu even. Dan komt het helemaal goed. Dus mensen, ik zou zeggen, blijven kijken. En duimpje omhoog. En eventueel abonneren als je het leuk gaat vinden. Vorig jaar waren we hier ook. Toen was het, dacht ik, nog iets beter weer dan nu. Het is in één keer 10 graden minder dan... Dag gisteren. Weer een overweldigend stukje natuur hier. Prachtig, al die stenen. In alle kleuren. Ik neem u even een stukje mee. Voor degene die daar denkt van nou dat duurt me iets te lang. Je kunt altijd even doorspoelen. Maar ik vind dit toch echt een prachtig stukje natuur. Allemaal hele grote stenen. Hier hebben we ook weer de komma uitgeslepen, gewoon in de stenen. Hier heb je nou helemaal een koraalstrand.
Goedenavond. Ja, we staan hier op rastplaats Barelange, heet dat, dacht ik. Langs de E6 in Noorwegen. En daar hebben we vorig jaar ook al eens gestaan. En dat is echt een prachtstuk natuur. Veel mensen die blijven bovenop die parkeerplaats, maar je kan zo door een klein paadje naar beneden. En dan zie je dit allemaal. En anders zie je alleen maar struiken. Dus het is echt de moeite waard als je hier langs komt een keer in de remmen. En stop gewoon en maak er een mooi plaatje van. En ja, wij blijven ook overnacht hier. Dus ja, voor ons is dit een fijn plekje. Hebben we vorig jaar ook al gedaan. En ja, gewoon lekker, rustig. En ook weer gratis natuurlijk. Oké, mensen, duimpje als je het leuk vindt en tot de volgende. Hier moet ook nog ergens een komma in de stenen zitten, uitgesleten. Ik geloof aan de andere kant, iets verderop. Eens even kijken. Thank you.
En daar staan we dan op de boot. Een van de vele veerboten. Frits die zit met Buk in de camper. Dag Frits. Station. Nou, dit is toch netjes. Je stopt je toiletcassette door het deurtje. Dadelijk gaat het deurtje open en dan is die klaar. Dan is die leeg, gewassen. En er zit er ook spul in uit de fles. Je kunt weer zo je cassette terug in de camper zetten. Je hoeft alleen maar te wachten. Nou. Er staat nogal iemand. Oh, dat is een Zwitser met water. Die was van alles aan het wassen. Maar deurtje is nog niet open. Ik heb geen idee of dat een minuut duurt of 2 minuten. Geen idee, maar het zal nou toch bijna klaar moeten zijn. Hocus pocus, Pilatus pas. Sesam, open de poort en daar gaat hij open. Nou, Frits heeft de dop al. Hij kan wel mooi dichtgedraaid worden. En dan is die weer helemaal schoon. Zo, dat is handig. Nog het. Prachtig stukje Noorwegen. Husmansplassen. Heet dat, geloof ik. We'll be right back.
Daar is die weer, het overheerlijke warme broodje van de warme bakker. Van bakker Frits. Wij gaan smullen. Jo. Ik ruik het al. Zo. Nou, ik ga hem proeven hoor. Smakelijk. En Ellen, ben je klaar voor de poolcirkel? Nou, ik denk dat ik dat maar morgen doe. Want ik denk het ook maar, hè? Je hoort de regen. Is niet lekker. Eens kijken of ik hem kan zien. Ja, door de regen. Daar is hij, ergens. Ja. Maar ja, morgen zal het beter weer zijn. We gaan het bekijken.